Nou, de sector heeft natuurlijk de afgelopen jaren een aantal incidenten meegemaakt. En daaruit blijkt gewoon hoe belangrijk het is om met elkaar aandacht te hebben voor cybersecurity. En je kan natuurlijk wel allerlei technologische maatregelen nemen, maar dat is maar een klein deel van de oplossing. Uiteindelijk gaat het ook om de mens. Het gaat om onze medewerkers, het gaat om onze docenten, het gaat om onze onderzoekers en het gaat om onze studenten. Daar moeten we voortdurend aandacht blijven vragen voor cybersecurity. Die moeten zich ervan bewust zijn dat je niet zomaar op linkjes klikt. Ik heb gelukkig zelf nog nooit op linkjes geklikt, maar dat is geen enkele garantie voor morgen. Ik vind het belangrijk om jullie aan te mogen kondigen dat per 1 oktober de Cybersecurity Maand start. Ga vooral naar onze website surf.nl en daar zal je veel informatie geven die je verder op weg helpt bij het ondersteunen en verder vormgeven van de Cybersecurity Maand bij jullie op de instelling. Veel succes en natuurlijk ook veel plezier.